Het nieuws in 1 minuut. Een auto is op de Patmossingel in Enschede in een tuin beland. De bestuurster moest uitwijken voor een fietser en schoot via de stoep een tuin in, waarbij ook nog een geparkeerde auto werd geramd. De fietser viel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De rechters in Almelo zijn gisteren tot 3 keer toe tevergeefs naar de rechtszaal gegaan. Er zouden 3 zaken worden behandeld rond ernstige ongevallen in Twente, maar slechts 1 verdachte kwam opdagen. De rechtszaken werden uitgesteld door problemen met dagvaardingen. Deze waren te laat verstuurd. De Tweede Kamer beslist eind deze week over de bypass bij Kampen. Het ziet er naar uit dat een meerderheid voor de bypass zal stemmen. Tegenstanders vinden de hoogwateroplossing veel te duur. Daarnaast zou de bypass de stad Kampen bij noodweer niet veiliger maken, maar de stad veranderen in een enorme badkuip. Een pakket maatregelen moet de overlast bij de Cityflat in Almelo wegnemen. De bewoners van de flat in het centrum van Almelo kampen al jaren met criminaliteit en overlast. Het weer, morgen kans op onweer en maximaal 25 graden.